الحمد لله، الحمد لله وحده لمن لا إله قبل له، والصلاة والسلام على النبي لمن لا نبي بعد له. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا، يا حبيبنا يا طبيبنا، يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. Mijn zeer eerwaarde ulema-e-kiram, in het bijzonder mijn eerwaarde vader, ustaz ul-ulema, huzoor muhibbul mashaykh, pir tariqat Hazrat Allama Maulana Hafiz Qari Abdul Rashid Saab Qadri Ashrafi Nurani Rizvi Dam Barakatum Al Qudsiya, mijn zeer eerwaarde Hazrat Maulana Muhammad Shamshir Saab Dam Barakatum Al Aliya, Hazrat Maulana Muhammad Rahmat Murtabat Saab Dam Barakatum Al Aliya, Hazrat مولانا محمد احسان امير الله صاحب، حضرت مولانا محمد عرفان کرامت صاحب، امام چتانی صاحب، ان اونز ایر وارد دهیر رفیق چراغ علی صاحب، ان ایک زی آنکو من حضرت مولانا محمد فرید قادری ساقبی صاحب، ان حضرت مولانا محمد ارشاد اشرفی صاحب، ان ایدر آویزخن Hujjajai Kiram, best brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Zijn wij vandaag allen bij elkaar gekomen om kennis te vergaren omtrent de Khatme Nubuwwat, de zegel der profeten. Onze geliefde profeet Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. We leven in een tijd waarin de profeetschap van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam op allerlei manieren wordt aangevallen. Het is de taak van de Ahlu Sunnati wal Jama'a om de profeetschap, de zegel der profeetschap van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te waarborgen en te beschermen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat stellen om wij, de geliefde van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, de kracht geven om de zegel der profeten sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te beschermen. Na het lofprijzen van Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, onze Heer, onze Schepper, onze Onderhouder, onze Voorziener, Allah de Almachtige, de Alwetende, de Alhorende, de Alziende, en na het sturen van vrede en zegeningen op de eerste der profeten, de laatste der profeten, de zegel der profeten, de beste der profeten, de mooiste der profeten, de krachtigste der profeten, en zeer zeker de machtigste der profeten. De mooiste schepping van Allah subhanahu wa ta'ala, de beste schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. De roem der werelden, de genade der werelden. De koelte voor onze ogen, de inspirator van onze zielen. Niemand anders dan onze geliefde profeet Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah, mijn dua is aan Allah subhanahu wa ta'ala, dat hij mij de kracht geeft om de waarheid naar voren te brengen,
zodat wij de akida van de Ahlu Sunnat wal Jama'a mee kunnen nemen naar huis. En wanneer wij een Ahmadi, een Mirzai, een Qadiani, een hond die gelooft in de profeetschap van Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, wanneer wij hun tegenkomen, dat wij dan antwoorden hebben om te geven aan hun. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala mij de kracht geven om de juiste waarheid naar voren te brengen. Daroodi paka hadiyah peshkiji, Allahumma salli ala. Lab pina te paak ka nagma, kal bhi tha aur aaj bhi hai, mere nabi se mera rishta, kal bhi tha aur aaj bhi hai, mere nabi se mera rishta. غستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو غستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے بتلا دو غستاخ نبی کو غستاخ نبی کو کہ غیرت ساقی بھی زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی زخندہ ہیلہ قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ان ہیلہ بکندہ آیا فورت ایک میں دے اندورت بکن اوور دے ختم نبوت اس دیز آیا ہیل بلانگرائی فور دے انتردکسی Waarom wij hier aanwezig zijn. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. An nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de heilige Koran. De profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Is dichter bij jullie. O gelovigen, dichter bij jullie. Dan jullie eigen leven. Onze profeet is dichter bij ons dan onze eigen leven. Onze eigen jaan. Hoe kunnen wij dit begrijpen? Het is makkelijk gezegd, maar zeggen is niet alles. We moeten het begrijpen. Wanneer wij die besef krijgen, dan pas kunnen wij erop gaan praktiseren. Wat is de uitleg van deze ayat karima van Allah subhanahu wa ta'ala? Aula betekent dichtbij. Natuurlijk de grammaticale opbouwing, daar ga ik niet op in. Maar er zijn twee belangrijke zaken die wij vandaag in het begin moeten weten. Aula bimana aqrab of bimana ahq. Er zijn twee uitleggen voor deze aya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim bimana aqrab of bimana ahq. Wat betekent dit? Wanneer wij de betekenis aqrab nemen, betekent dit de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is dichter bij ons dan onze eigen leven. Hoe kunnen wij dit begrijpen? Jullie zien deze microfoon. Deze microfoon is heel dicht bij mij. Jullie zien dit. Het is dicht bij mij. Dichter dan deze microfoon bij jullie is. Ik sta ervoor. Microfoon is dicht bij mij. Maar jullie zien mijn jubba is dichter bij mij. Mijn jubba is dichter bij mij dan deze microfoon. Die jubba die is dicht bij mij. Maar de t-shirt die ik eronder aan heb is dichter bij mijn lichaam. Of niet? Mijn t-shirt is dicht bij mij. Maar mijn huid is dichter bij mij. Mijn huid is dicht bij mij. Maar mijn botten die zit onder die huid van mij. Zijn dichter.
die hart zit ons leven. Ons leven, dat is dichter bij mij. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, jouw leven is dicht bij jou. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam is dichter bij jou dan je eigen leven. Allahu Akbar. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Onze leven is niet zo dicht bij ons dan onze geliefde profeet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dit was de betekenis van aqrab. Nu de betekenis van ahak. Wat betekent dat? Dit betekent dat niemand anders meer rechten heeft op ons dan onze geliefde profeet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wanneer wij ziek zijn en we moeten vasten, dan kan roza vasten gelaten worden. Wij moeten kijken naar onze eigen leven. De wetgeving van de islam geeft toestemming. Wanneer wij ziek zijn, hoeven wij niet meer naar hajj te gaan. Wanneer wij ziek zijn, hoeven wij de ibadat van Allah subhanahu wa ta'ala kunnen wij uitstellen. Maar wanneer het komt op de zegel der profeten, de profeetschap van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dan wordt er niet meer gekeken naar jouw ziekte, naar jouw leven, naar jouw eigen leven. Maar er wordt gekeken naar het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Waarom? Onze leven heeft een recht op ons. Maar de recht die onze profeet op ons heeft, is meer dan onze eigen leven. Allahu Akbar. Ja Rasulullah. Ja Rasulullah. Waarom? Dit is de opdracht van Allah subhanahu wa ta'ala. In deze tijd, wanneer onze profeet wordt aangevallen, dat er een profeet na onze profeet is gekomen op deze wereld, is het niet mogelijk dat de Ahle Sunnah die wal Jamaa stil blijft zitten, geld blijft verdienen, blijft wandelen. Nee, wij moeten naar voren komen. Wij moeten die mensen aanspreken. Voor wat praat jij onzin? Onze profeet is de laatste der profeten. En inshallah, vandaag zullen wij dat bewijzen. Inshallah, vandaag zullen wij dat bewijzen. Allahumma salli ala Sayyidina Mawlana Muhammad wa ala ali Sayyidina Mawlana Muhammad wa barik wa sallim. Allereerst wat wij moeten begrijpen. Waarom geloven zij eigenlijk in een profeet na de profeet sallallahu alaihi wasallam? Dit is de eerste vraag. Wat is de reden dat zij geloven dat de Mirzai, de Ahmadi, de Qadiani, zij geloven in een profeet na profeet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wat is de reden? Wat is de aanleiding geweest? Het is Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, die uit de boeken van de Noordwi. Hij heeft de boeken van de Wahhabis gestudeerd. En daar kwam hij tegen van het is mogelijk dat er een profeet kan komen na onze geliefde profeet. En hij was zo dom dat hij erin is getrapt. Hij heeft die bekentenis gedaan. Hij heeft het aangekondigd. Maar waarom geloven zij? Wat is hun bewijs? Vandaag, inshallah, let goed op. De leven die vandaag gegeven zal worden. Wanneer jullie het kennen, vertel het ook aan je kinderen. Zodat de kinderen het ook weten. Van nee, er kan geen profeet komen. Onze profeet is de laatste profeet. Let goed op, mijn broeders en zusters. Wij weten, Allah subhanahu wa ta'ala heeft zoveel profeten gestuurd naar de aarde toe. Naar de mensheid. Waarom zijn zij gekomen? Ze zijn gekomen met de boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Ze zijn gekomen met de religie om die te verspreiden. Ze zijn gekomen om Allah subhanahu wa ta'ala bekend te maken bij de mensen. Van er is één God. Er is één God. Hij is de schepper. Hem moeten we aanbidden. En met dezelfde boodschap zijn alle profeten gekomen op de wereld. Maar waarom zoveel profeten achter elkaar? Na het heen gaan van een profeet, wat deden die mensen in die tijd? Voor hun eigen belangen, voor hun eigen voordeel, veranderden zij het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. De boodschap die de profeten hadden meegenomen, die veranderden zij. Kijk maar naar de Bijbel. Wij geloven in alle boeken van Allah subhanahu wa ta'ala. Wij geloven in alle profeten van Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer wij dit niet doen, zijn wij zelf geen moslim. Maar kunnen wij vandaag de dag de Bijbel blindelings aannemen? Nee. Waarom? In die tijd had Allah subhanahu wa ta'ala de bescherming van zijn eigen woord niet op zichzelf genomen. Na het heengaan van de profeten, of na het verlaten van de wereld, hebben de mensen dat veranderd. Maar toen onze profeet sallallahu alayhi wa sallam is gekomen op de wereld, de eerste profeet
die geschapen is door Allah subhanahu wa ta'ala. Geen twijfel. Hij is de eerste profeet die geschapen is. En hij is de laatste profeet die gestuurd is naar de wereld toe. Waarom zeg ik eerste profeet? Waarom zeg ik dat? Het is onze aqida, onze geloofsovertuiging. Onze profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is de eerste profeet. Hij is de eerste moslim. Misschien is dit nieuw voor jullie. Onze profeet is de eerste moslim. Waarom zeg ik dit? Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين. الله zegt tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zeg maar tegen de mensen, ik ben de eerste moslim. Onze profeet is de eerste moslim. Wij geloven erin dat alle profeten die gekomen zijn moslims waren. Moslims zijn, ze leven nog. Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, profeet Jezus, is een moslim, geen christen. Hazrat Musa alayhi salam, de profeet Mozes, is geen jood, is een moslim. Alle profeten zijn moslims. En de eerste moslim is de profeet, hoe kan dat? Hazrat Adam is toch als eerst geschapen? De vraag, en ieder weet, de eerste mens die geschapen is Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Hoe kan de profeet Mohammed, vrede zijn met hem, een moslim zijn dan? De vraag is er toch? Dat is de haditha mubaraka van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hazrat Jibrail alayhi salatu wa salam komt bij de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. An Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an qal, sa'ala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ya Jibrail kam amarta min as-sinin? فقال والله لا أدري غير أن كوكبا في الحجاب الرابع يظهر في كل 70,000 سنة مرة رأيت 72,000 مرة فقال عليه الصلاة والسلام يا جبرائيل وعزتي ربي أنا ذلك الكوكب وعزتي ربي أنا ذلك الكوكب. حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه المدخزل من البروفيت صلى الله عليه وآله وسلم أوفر ليبل فنهضت جبرائيل قمت عن بيد البروفيت صلى الله عليه وآله وسلم أن أنظر البروفيت فراغ أن جبرائيل أو جبرائيل فرتال إنس هو أود بنيي. Je hebt alles meegemaakt. Alle profeten heb jij meegemaakt. Je hebt meegemaakt hoe Allah alles heeft geschapen. Vertel eens, hoe oud ben jij? Hazrat Jibrail zegt, wallahi la adri. Bij Allah, ik weet het niet. Bij Allah, ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel. Ik zag een ster. Ik zag een noer. Ik zag een licht. Glimmen achter de hijab in Rabia. En die ster. Ik heb die ster 72.000 keren gezien in mijn leven. Moet je nagaan, als jullie willen weten hoe oud Jibrail alayhi salam is. Tel maar op. 70.000 keer 72.000. Niet in deze jalsa als we naar huis gaan. Zo oud is Jibrail alayhi salam. Onze profeet sallallahu alayhi salam. In een andere riwaya gaat deze hadith verder. Onze profeet vraagt aan Jibrail. Oh Jibrail, wanneer jij de ster weer ziet, ga jij de ster kunnen herkennen? Hazrat Jibrail geeft antwoord. Ja, Rasulallah. Hoe ga ik die ster niet kunnen herkennen? Zoiets moois heb ik nooit van mijn leven gezien. Op datzelfde moment, onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam haalt zijn imama, zijn pagri mubarak, van zijn hoofd weg. En die ster begint te glimmen op het voorhoofd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Onze profeet zegt, waar is dat die Rabbi? Ik zweer op de eer van mijn God, ik ben die ster, ik ben dat noer. Moet je nagaan, Jibrail is geschapen. En wat ziet hij als eerst? Hij ziet een ster glimmen. En onze profeet zegt, ik ben die ster. Dit bewijst dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam eerder geschapen is dan Hazrat Jibrail alayhi salam. Daarom is onze profeet de eerste moslim. De eerste profeet van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit vinden wij ook terug in zoveel ahadith en mubarak al sahih Bukhari Sharif, Kanzul Ummal. Noem maar op. En hij is ook de laatste profeet. Hij is ook de laatste profeet. Daar zal ik zo meteen op terugkomen. Want dat is de main onderwerp van vandaag. Hiermee gaan we spijkeren. Hiermee gaan we spijkeren op de hoofden van de Ahmadis. Van de Mirza'is, van de Qadianis. Zodat zij niet meer het lef hebben om op te staan. En tegenover de Ahlus Sunnah hun ogen naar ons uit te kijken. Inshallah azza wa jal. Maar alle profeten zijn gekomen. Het woord van Allah was niet bewaard gebleven. Onze profeet komt naar de aarde toe. Hij krijgt de Koran van Allah subhanahu wa ta'ala mee. Dan is de vraag.
Is de Koran nog bewaard gebleven, ja of nee? Bestaat de Koran nog? Wat zeggen jullie? Mijn methode van lezing geven is anders. Ik hou niet van eenrichtingsverkeer. Wat wij in Nederland doen is interactief. Ik blijf jullie dadelijk vragen stellen en inshallah zullen jullie mij ook antwoord geven. Zo maakt het leuker, een lezing leuker, wanneer we met elkaar interactief bezig zijn. Ook leuk voor jullie, ook leuk voor mij en zeker leuk voor jullie, want degenen die slaap hebben, die blijven wakker. Allah zegt in de Koran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ik heb deze Koran nedergedaald en ik zal deze Koran blijven beschermen. Wanneer Allah subhanahu wa ta'ala de beschermer is van de Koran, zal de Koran niet vergaan. Dat is de reden dat vandaag de dag de Koran nog aanwezig is. Waarom kwamen al die andere profeten? Omdat het woord van Allah subhanahu wa ta'ala verdraaid was. Maar de Koran is niet verdraaid. De Koran is er nog. Zelfs een i'raab, een zabr, zeer en peesh van de Koran is onveranderd. Het is onmogelijk om dat te veranderen. Moet je nagaan, de Koran is nog aanwezig in zijn oorspronkelijke vorm. Hoe Allah subhanahu wa ta'ala dat heeft gegeven aan de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dit bewijst, wanneer de Koran nog aanwezig is, dat er geen nieuwe profeet nodig is. Om een nieuwe woord van Allah naar voren te brengen, omdat de mensen dat hebben verdraaid. Want dat was toch de reden voor de komst van al die andere profeten. Maar onze profeet is gekomen, de Koran is bewaard gebleven. We hebben geen andere profeet nodig. Hebben wij niet nodig. Waarmee ik nu bezig ben is jullie klaarmaken voor de echte punten die dadelijk eraan komen. Wij moeten niet alles vanuit de Koran nemen, maar wij hebben hersenen gegeven Allah subhanahu wa ta'ala. Zodat wij ook logisch kunnen nadenken van wat is er eigenlijk aan de hand. Profeten zijn gekomen omdat het woord van Allah verdraaid waren. En elke profeet kwam weer en zei van nee, dit is fout, Allah heeft dit gezegd. Maar onze profeet is gekomen met de Koran. Allah zegt, ik ben de beschermer van deze Koran. En de Koran is nog beschermd gebleven tot de dag van vandaag. En inshallah tot de dag des oordeels zal het beschermd blijven. Dus we hebben geen andere profeet nodig. Oké, wanneer deze punt naar voren wordt gehaald. Ik heb een aantal aantekeningen gemaakt. Ik volg ook hun lezingen. Lezingen van hun grote geleerden. Maar wat zijn zij groot geleerden? Wanneer zij grote geleerden waren, zouden zij deze fouten niet gemaakt hebben. Maar wat zij dus aanhalen, wanneer deze ayat naar voren wordt gebracht, van de Koran is er nog. We hebben geen profeet nodig. Wat zeggen zij dan? Allahu Akbar. Zij zeggen dan, het is een nieuwe tijd. Een nieuwe tijd is aangebroken. Dit zijn moderne tijden. In de tijd van de profeet was het niet modern. Er is een vernieuwing nodig in het geloof in deze tijd. Dit zeggen zij. De Mirza's, Mirza Ghulam, Lanati, die heeft gezegd van, er is een vernieuwing nodig in het geloof. Dat was 1400 jaar geleden. Nu in deze tijd hebben wij vernieuwingen nodig. Laten we Allah subhanahu wa ta'ala vragen. Wat zegt Allah hierover? Allah subhanahu wa ta'ala zegt, er is geen vernieuwing nodig in het geloof. Allah zegt, er is geen vernieuwing nodig. Het geloof is al compleet. En ik ben tevreden met deze geloof die Mohammed Rasulullah naar jullie heeft gebracht. Er is geen vernieuwing nodig. Wie gaan wij geloven? Mirza Ghulam, Lanati, Jahannami? Of gaan wij Allah subhanahu wa ta'ala geloven? Natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala gaan wij geloven. Wanneer deze punt naar voren wordt gehaald door onze grote akabir ulama en kiram, wat zeggen zij dan? Zij zeggen nee, het probleem is, de profeten die gekomen zijn gekomen voor een bepaalde volk. Voor een bepaalde gemeenschap, voor een bepaald land, voor een bepaald ras. Waarom Allah zegt, ze geven bewijzen uit de Koran. Ze zeggen Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. Shu'aib alayhi salam was komen voor Madian. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل. Isa Musa alayhi salam was komen voor Bani Israël. Zij halen deze punten aan. Maar alhamdulillah, we hebben Allah subhanahu wa ta'ala en we hebben de Koran. Laten wij weer aan de Koran vragen. O Koran, voor wie heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gestuurd? Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Tabarak alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadira. Daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a. Daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nadira. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. O de profeet is niet gekomen voor een volk, niet voor een ras, niet voor
voor een land, niet voor een gemeenschap. Maar onze profeet is gekomen voor de alamin, voor alle werelden. Allah. Ja, Rasulullah. Ja, Rasulullah. Onze profeet is gekomen voor het hele universum, voor alle werelden. Welke werelden er maar bestaan, hoe kunnen wij dit begrijpen? Allah zegt alhamdulillah, rabbil alamin. Elke dag lezen wij dit in namaz. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Alle lof voor Allah subhanahu wa ta'ala. Hij die de Rab is van de alamin, voor alle werelden. Wij geloven erin, Allah is de schepper, de Rab van alles wat er maar bestaat. Toch? En waar Allah de Rab van is. Luister naar deze woorden. Rabbil alamin, rahmatul lil alamin. Rabbil alamin, rahmatul lil alamin. Onze profeet is de rahma, is gestuurd voor de alamin. Waar Allah subhanahu wa ta'ala de Rab van is, daar is onze profeet profeet voor. Ik hoop dat een paar punten nu helder worden bij jullie, zodat wij antwoorden kunnen geven. Dit is de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat wij naar Jalsa gaan, dat wij luisteren naar takrir, half in slaap vallen, dat wij dan eten en weer naar huis gaan. Over 2 weken weten wij niks meer. Over 2 weken. Het is de bedoeling dat wij naar huis gaan met antwoorden. Wij moeten antwoorden geven. Onze profeet is niet gestuurd voor een gemeente, voor een volk, voor een land, maar hij is gestuurd voor de... Hij is gestuurd voor de al-alamin. Hij is gestuurd voor de al-alamin. Ab Quran en Sunnat se je sabit ho gaya. Je sabit ho gaya Quran en Sunnat se. Ahadith mubarakah mein Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad farmate hain. Ursiltu ila al-khalqi kaffah. Onze profeet zegt, ik ben gestuurd voor elke schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Ab to je sabit ho gaya. Quran en Hadith se. Ki mere pyare aqa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Puri kainat ke liye. Na ek zameen ke liye. Na ek mulk ke liye. Na ek قوم کے لیے مگر پوری کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا آخری نبی کیونکہ یہ عالم اب قیامت تک رہے گا تو ہمارے نبی بھی قیامت تک رہے گا اب جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس نبی کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں ایک قرآن کی آیت پیش کرو ایک قرآن کی آیت پیش کرو ایک حدیث مبارکہ پیش کرو جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ دوسرا نبی آ سکتا ہے پیش نہیں کر سکتے پیش نہیں کر سکتے کیونکہ امام اعلی حضرت ارشاد فرماتا ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا و والا ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول پر رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی تمام رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی الحمدللہ. Het is duidelijk geworden dat wij geen nieuwe profeet nodig hebben. Het is duidelijk. Er kan geen vraag meer zijn van er is een nieuwe profeet nodig. Onmogelijk. Kan niet. Onze profeet is gestuurd en is genoeg voor ons. Maar natuurlijk hebben wij bewijzen nodig. Om te kunnen bewijzen wat de Ghatm Nubuwwat inhoudt. Waarom? Dit is de main punt. Het hoofdonderwerp. Zij praten over de Ghatm Nubuwwat. Allah zegt in de Koran: Ma kana Muhammad aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khatam al-nabiyyin. Allah zegt in de Koran: de profeet is de zegel der profeten. Hij is de khatam al-nabiyyin. In de tafsir staat geschreven dat khatam en khatim ook de namen van profeet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam zijn. Tafsir ibn Kathir. Maar daar ga ik niet verder op in. We gaan praten vandaag alleen uit de Koran. Inshallah aziz. En uit de Sahih hadith mubaraka. Ze zeggen, Mirza Ghulam zegt, la'nati, jahannami. Hij zegt, Allah bedoelt met deze khatam dat er geen andere profeet kan komen die een nieuw geloof naar voren gaat brengen. Of die een nieuwe boek naar voren gaat brengen. Nee, dit betekent, het geloof is al gekomen. Het boek is al gekomen. Er zal geen nieuw geloof zijn. Er zal geen nieuwe boek zijn. Maar mensen zullen verwateringen brengen in het geloof. En daarom is de deur open dat profeten weer kunnen komen. Zodat zij weer de ware leiding gaan onderwijzen aan de mensen.
ابدت زاخ مزاي من زاخ العام ابدت خسر ما دت زو مكلك weg te werken. Waarom, wanneer Allah over geloof heeft gesproken, heeft Allah al gezegd, akmaltu. Allah heeft het geloof al compleet gemaakt. Dit heeft niks meer met het geloof te maken. Dit heeft te maken met de profeten. Van de profeten die komen en gaan. Maar we vragen aan de Koran, de Koran yufassiru ba'dahu ba'dan. De Koran is de beste tafsir van de Koran zelf. Wat zegt de Koran? القرآن زخ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه صدق الله العظيم القرآن زخ denk aan die tijd الله سبحانه وتعالى praat met de profeet صلى الله عليه وسلم denk aan die tijd وإذ أخذ الله wanneer الله سبحانه وتعالى de eed had afgenomen van wie? Van de profeten. Allah heeft een eed afgenomen van de profeten. Voordat zij op wereld kwamen. Dat is een hele lange verhaal, ik ga er niet op in. Allah had een eed afgenomen van de profeten. En Allah zei tegen die profeten, ik ga jullie boeken geven en hikma geven. Wijsheden geven. En daarna zegt hij, thumma ja'akum rasool. Thumma ja'akum rasool. De ulama kiram weten, thumma kum sur li tarahi. Thumma li tarahi. Wanneer komt thumma? Wat wordt er bedoeld met thumma? Het woord thumma. Hiermee wordt bedoeld, alles wat moest komen is al geweest. Nu is het wachten op de laatste. De zegel. Wat als laatst moet komen. Allah zegt, wat komt als laatst? Thumma ja'akum rasool. Aan het einde zal er maar één profeet komen. Deze ayat bevestigt dat er na onze profeet geen andere profeet kan komen. Het is een duidelijke aya in de Koran. Dit is geen riwaya. Wanneer wij riwaya zouden presenteren over de Ghatm al-Nubuwwat, over een ander profeet kan komen, kunnen zij zeggen, dit is da'if riwaya. Dit is maudu' riwaya. Dit is geen riwaya, dit is aya. Dit is de aya van de Koran. Maar we gaan verder. Allahu Akbar, we gaan verder. Hadith al-Mubarakah van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ik heb er vandaag 20 stuks meegenomen, maar de tijd geeft niet toe dat ik alle 20 hadith naar voren kan brengen. Ik zal een paar naar voren halen. In Jami Tirmidhi Sharif, hadith nummer 2274, zegt onze geliefde profeet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. De profeetschap en de boodschapperschap. Er is een verschil. Er is een rasool, er is een nabi. Een nabi is een profeet die is gekomen zonder een nieuw boek. Maar een rasool is iemand... Dat wordt in het Nederlands de boodschapper genoemd. Hij is gekomen met een nieuw boek van Allah subhanahu wa ta'ala. De profeetschap en de boodschapperschap is geëindigd. Er zal geen profeet of rasool meer komen. Hadith nummer 1. Hadith nummer 2. Sahih Muslim Sharif. Hadith nummer 1062. Onze geliefde profeet Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Ik ben gezonden voor de mensheid. En de profeetschap is bij mij geëindigd. Waarom noem ik de hadith nummers? Want zij geven meestal aan van ja, hij stond daar op het podium en te praten. Maar ze hebben niet gezegd waar deze hadith staat geschreven. Daarom, wij, Satribis, wij presenteren altijd de namen van de boeken. En ook de nummers van de hadithboeken. Van zoek het maar op thuis. Zoek het maar op thuis. Tweede hadith, de profeet zegt, er kan geen profeet meer komen na mij. De profeetschap is geëindigd bij mij. Derde hadith, Sahih Muslim Sharif, hadith nummer 6988. En dezezelfde hadith staat in Sahih Bukhari Sharif, hadith nummer 237, volume 9. De profeet van Allah zegt, een teken van de Qiyama is dat er 30 leugenaars zullen komen in mijn gemeenschap. 30 leugenaars. En zij zullen beweren dat zij profeten zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar let op, ik ben de laatste der profeten, er zal geen profeet meer zijn aan mij. Hadith nummer 4, Sunan Ibn Majah, hadith nummer 4067. Onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, Allah heeft een enkele profeet gestuurd. Die niet over de Dajjal heeft gewaarschuwd. Dajjal, jullie weten, de Dajjal zal komen. Allah heeft de profeten gestuurd. Elke profeet heeft gewaarschuwd over de Dajjal. Onze profeet zegt, ik ben nu de laatste profeet. En jullie zijn de laatste umma. En de Dajjal zal ook in deze umma tevoorschijn komen. Dat was hadith nummer 4. Hadith nummer 5. Sahih Bukhari Sharif. Hadith nummer 700, volume 5. Onze geliefde profeet sallam heeft gezegd, er zal geen profeet meer komen na mij. Zesde hadith, Sahih Bukhari Sharif. Hadith nummer 661, volume 4. Onze geliefde profeet zegt, er zal geen profeet komen na mij. Maar wat zal er wel komen?
Khalifa zullen komen. Khalifas. Khalifa zullen komen. Kalifaat zal komen. Niet de IS-kalifaat. Dat is niet de islam. Niet de IS-kalifaat. We hebben het over de kalifas. De kalifaten van Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala aan, Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala aan, Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala aan, Hazrat Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem, Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala aan, Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala aan, and the last Hazrat Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. Over deze kalifaten hebben wij het over, niet over deze IS. Dat is geen islam. Laat mij dit ook naar voren brengen. Dit is geen islam. Maar khalifa zullen komen, kalifaten zullen zijn, geen profeten. We gaan verder. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam heeft gezegd, hadith nummer 7. Kanzul Ummal, hadith nummer 32269. Hazrat Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu heeft overgeleverd. Onze profeet heeft gezegd, profeet Adam alayhi salatu wa sallam is de eerste profeet die is gezonden naar de wereld toe. En ik ben de laatste profeet die gekomen is naar de wereld toe. Ik ben de laatste profeet die gekomen is. Hadith nummer 8. Sunan Tirmidhi, hadith nummer 3272. Onze geliefde profeet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, wanneer er een profeet zou zijn na mij. Dat is een hele belangrijke. Onze profeet heeft gezegd, wanneer er een profeet zou zijn na mij, wanneer het mogelijk zou zijn dat er een profeet kan komen na mij, wie zou die profeet zijn dan? Niet die Mirza Ghulam Ahmad Lanati, maar wie zou dat zijn? Het zou zijn Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala, een sahabi, wanneer een sahabi niet de rang heeft, niet de positie heeft, dat hij een profeet van Allah mag worden, hoe kan deze Jahannami dan beweren dat hij profeet van Allah subhanahu wa ta'ala is? Het is onmogelijk, het is onmogelijk dat er een profeet, er zijn nog zoveel hadithen mubarakah, maar ik zal stoppen bij deze hadith. Er zijn zoveel hadithen mubarakah die aangeven van, er kan geen profeet meer komen naar onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Er kan geen profeet meer komen. Nu is onze dawa. Hun hebben hun dawa gedaan. Nu onze dawa. Hun hebben hun vragen gesteld. Nu onze vragen. Hun hebben zoveel punten naar voren gehaald. We hebben maar één vraag. We hebben maar één vraag. Wat is die vraag? Eén vraag. Zoveel ahadith en mubaraka zijn naar voren gekomen. En er zijn nog duizenden ahadith en mubaraka aanwezig. Die dit zullen bevestigen dat er geen profeet kan komen. Onze vraag aan de Mirzais. Dit zal op tv komen. Dit zal op de tv's komen. Dit zal op YouTube komen. En inshallah aziz zullen wij dit verspreiden. In elke huis van de Mirzais. Onze vraag aan jullie is. Geef mij één ayat van de Koran. Eén ayat van de Koran. Geef één hadith en mubaraka. Het hoeft geen sahih hadith te zijn. Al die hadith die ik naar voren heb gebracht zijn hasanun sahih. Geef maar één hadith. Geef maar een da'if hadith. Een zwakke schakel. Waarin staat geschreven dat er een profeet kan komen naar profeet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Khuda ki qasam qiyamat aa sakti hai. Khuda ki qasam ye duniya barbaad ho jayega. Khuda ki qasam tere nasle barbaad ho jayenge. Khuda ki qasam ye duniya fana ho jayega. Tu apna sar patak patak kar mar jayega. Magar ek hadith mubarak bhi aapka ke khilaf pesh nahi kar sakte. Ye hamare daawa hai. Ja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zindabad, zindabad. Zij kunnen geen enkele hadith naar voren brengen. Zij kunnen geen enkele ayat van de Koran naar voren brengen. Waarin staat geschreven dat het zelfs mogelijk is dat er een profeet kan komen naar onze geliefde profeet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Spijker is geslagen. Het is niet meer mogelijk dat wij hun accepteren. Is niet mogelijk. Het zijn geen moslims. Het zijn kafirs. Jahannamis. Murtad. Ketters. In de tijd van de geliefde profeet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waren er een groep mensen die hadden de sahaba kiram beledigd. Een groep mensen die de sahaba, de metgezellen van de profeet, hadden beledigd. Onze profeet zegt, فَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُصَلُّ مَعَهُمْ فَإِذَا مَاتُوا لَا يُصَلِّ عَلَيْهِ وَلَا يَدْفَنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. Zij hadden de sahaba kiram beledigd. Onze profeet zegt, zit niet met hun. Eet niet met hun. Drink niet met hun.
Doe geen nikah in die families daar. En wanneer zij doodgaan, leeft zelfs hun janaza niet. En janaza is groot. Begraaf hun zelfs niet bij de moslims in de buurt. Dit is de wet die is vastgesteld door onze geliefde profeet Mohammed Rasulullah. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wat denken wij dan niet? Vandaag de dag van onze Ahlus Sunnati wal Jamaa broeders, zusters, om met de mirzais die geloven in een ander profeet naar onze profeet. Wat voor regelgeving bestaat het dan niet voor hun? Hun hebben de Sahaba beledigd. En onze geliefde profeet heeft gezegd, zit niet met hun, eet niet met hun, drink niet met hun. Lees geen namaz met hun in hun moskeeën. Wat doe je met hun? Geen contact met hun. Verbreek alle contact met hun. Trouw niet met hun. En wanneer ze doodgaan, ga zelf niet bezoek. Op bezoek bij hun. Ga hun niet kijken. Leef hun janaza namaz niet. En laat ze niet begraven in de begraafplaatsen van de moslims. Dit was over de sahaba. Deze Mirza Ghulam Lanati heeft het over de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij heeft de profeten beledigd. Let op één ding. Alle profeten die geweest zijn, waren geen vijanden van elkaar. Ze zijn gekomen en ze hebben de andere profeten geprezen. Het waren vrienden. Ze zijn broers in de profeetschap van elkaar. Waren geen vijanden, hebben nooit slecht gesproken over de profeten. Maar deze Mirza Ghulam heeft de profeten uitgescholden. Isa alayhi salam heeft hij uitgescholden. Hazrat Musa heeft hij uitgescholden. Hazrat Nuh alayhi salam heeft hij uitgescholden. Kan dat een profeet zijn? Een profeet die gestuurd is namens Allah die andere profeten uitscheldt? Maar dat kan niet, onmogelijk. En wanneer iemand een sahabi beledigt, heeft de profeet deze regel opgesteld. Moet je nagaan wanneer iemand de profeten beledigt. Hoe erg dat dan niet is. En wat doen wij vandaag de dag? We gaan om met die mensen. We doen business met die mensen. We trouwen in die families. He, ze geven donaties aan de moskeeën. Nee, als ik met hem contact verbreek, heb ik geen kip in mijn jalsa. Wie gaat al die drinken sponsoren? Wie gaat al die zand sponsoren voor mijn parasie, voor mijn terrein? Wie gaat al deze dingen doen wanneer ik de waarheid naar voren ga brengen? Let op één ding. Ooit zullen wij staan voor de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hebben wij het gezicht om te staan voor de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? La yu'min wahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Onze profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heeft gezegd, je kan geen ware moslim zijn. Je kan geen ware gelovige zijn. Tot de tijd dat jij niet van mij het meest houdt. Dan van een ieder. Dan je ouders. Dan je kinderen. Hadith gaat verder in zoveel riwayat. Dan geld. Dan vrienden. Dan kennis. En dan een ieder op de wereld. Is dit de liefde die wij hebben? Wij claimen wij houden van de profeet. En aan de andere kant wat doen wij? Wat doen wij? We onderhouden banden met ze. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ. We volgen aan de ene kant de Koran, de regel van de islam, aan de andere kant voor onze eigen voordelen laten wij de wetgeving. Allah zegt, er is geen goedheid in dit. Zelfs voor de goede zaken die je zal doen, zal je niet meer beloond worden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wij denken, wij zijn grote namazis, hajis, alles zijn wij. Wij geven zoveel geld. Maar wanneer wij deze wetgeving niet aanpassen in onze leven, wanneer wij niet meer gaan praktiseren op dit, is alles verloren. Mijn broeders, alles is verloren. Wij zijn gekomen om de ware lering naar voren te brengen. Om onze broeders, onze zusters te waarschuwen. Van kijk uit met wat je doet. Het maakt niet uit hoe groot die jamaat is die dat doet. Het maakt niet uit hoe groot die persoon is die dat doet. Niemand is groter dan de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En wij moeten een keer staan voor de profeet. Wanneer wij doodgaan zullen wij Allah niet zien. Let op. Wanneer wij doodgaan zullen wij Allah niet zien. Maar wanneer wij doodgaan zullen wij de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam als eerst zien. De schepper voor wie wij ibadat doen zullen wij niet zien. Wie zullen wij zien? Onze profeet sallallahu alayhi wa sallam. Derde vraag van de engelen. Wat is die derde vraag? Ma kunta taqulu fi haqqi hadhar rajul. Hadhar rajul. Onze profeet sallallahu alayhi wa sallam zal aanwezig zijn in het graf. De engelen zullen zeggen, vertel eens. Wat ging jij over hem zeggen op de wereld? Onze profeet zal aanwezig zijn. Met wat voor gezicht zullen wij staan daar? Wanneer wij contact onderhouden met die mensen
hersenen, we hebben hersenen gekregen. We hebben hersenen gekregen, Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer wij naar school gaan, wanneer wij onze kinderen naar school sturen, dan willen wij dat ze doktoren worden. Zij moeten geschoold zijn in de gemeenschap. Alles willen wij hun maken, maar zelf willen wij niet nadenken. Hoe dom zijn wij dan bezig? Wij hebben hersenen om na te denken. En er is niemand groter dan de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Onze profeet, hij leeft. Onze profeet, hij leeft. Hij leeft nu nog. Hij zal blijven leven. Onze profeet leeft. Niet alleen de Mirza's, maar de Wahhabis. Die zijn ook heel actief in Suriname. Er worden vragen gesteld. Voordat ik hier naar Suriname kwam, waren er zoveel vragen via Facebook naar mij toe. Wij geloven erin, onze profeet leeft. Onze profeet ziet ons. Onze profeet kijkt naar ons. En onze profeet, sallallahu alaihi wa sallam, wanneer wij hem roepen, hij helpt ons. Denk niet dat wij alleen zijn. Wij zijn niet alleen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de profeet macht en kracht gegeven om dit alles te doen. Onze profeet zegt, Inna Allah ta'ala qad rafa'a li ad-dunya, fa'ana anzuru ilayha wa ila ma huwa ka'inun fiha ila yawm al-qiyamah. Onze profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd, voor de mensen, onze profeet had ilm al-ghaib. Ilm al-ghaib. Onze profeet zegt, hij wist wat er zal gebeuren. De Wahhabis wat ze zouden doen in Suriname. Hij wist dat. Hij heeft gezegd, Allah subhanahu wa ta'ala heeft deze hele wereld voor mij opgeheven. Hij heeft het voor mij opgeheven. Hij heeft het voor mij opgeheven. En wat heeft hij daarna gezegd? Hij heeft het opgeheven. Is verleden tijd. Is verleden tijd. Voor de mensen die geschoold zijn. Hij heeft het opgeheven. Is verleden tijd. Daarna zegt de profeet, fa'ana anzuru ilayha. Fa'ana anzuru ilayha. Is muzare. Dat is tegenwoordige tijd en toekomende tijd. De profeet heeft niet gezegd, Allah heeft opgeheven en ik heb gekeken. De profeet zegt, ik kijk ernaar. Ik kijk naar de wereld. En ik zal blijven kijken naar de wereld tot de dag des oordeels. Wanneer wij zeggen, ik was naar de winkel geweest. Mawlana Faridza belt mij op, waar ben jij? Ik zeg, ik was naar de winkel geweest. En ik ben boodschappen aan het doen. Dan klopt het niet meer. Het klopt niet. Ik was geweest. Dat betekent ik ben al terug. Hij gaat zeggen, hoe ben je nog boodschap aan het doen dan? Kan toch niet? Onze profeet heeft gezegd, Allah heeft het opgeheven. Maar ik kijk en ik zal blijven kijken. Wie spreekt meer de waarheid dan de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Onze profeet sallallahu alayhi wa sallam is de laatste der profeten. De zegel der profeten. En wanneer wij hem roepen, onze profeet helpt ons. Onze profeet hoort ons. Onze profeet ziet ons. Dat wij vandaag hier bijeen zijn gekomen om de profeetschap, om de zegel der profeetschap van onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te beschermen en de mensen te waarschuwen daarvoor, te onderwijzen. Wanneer wij deze akida aanhouden, onze profeet zal tevreden zijn van in deze moeilijke tijden. Zijn er mensen, zijn er geliefden van mij die van mij houden en niet alleen zeggen, niet alleen claimen, maar ook met daden laten zien. Ik ben bereid, wij allemaal zijn bereid. Wie wilt komen praten, kom maar. Kom maar praten. Kom maar praten en we gaan praten met Koran en Hadith. We gaan praten met Koran en Hadith. Alles kunnen wij bewijzen. De profeet is de laatste profeet. De profeet leeft nog. De profeet ziet ons. De profeet hoort ons. De profeet kan ons helpen. Sommige mensen zeggen, arre, Surinaamse aka tumhari madad nahi kar sakte. Tumhari sada sunte nahi. Surinaamse tu pukarega aka nahi sunega. Wo to Madinat Munawwara mein dafan hai. Nahi sunte. Hamara aqeeda ye hai. Mera vijdan ye kehta hai. Khuda ki qasam, agar hum chand pe chale jaye, chand se hum aka ko pukare, hamare aka wahan bhi hamare sada sunenge aur hamari madad farmayenge. ہماری مدد وہاں بھی کریں گے اور ہماری مدد وہاں بھی فرمائیں گے کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو ہم تو یہ کہتے ہیں جو کہتا ہے آقا زندہ نہیں ہے آج جو کہتا ہے آقا آخری نبی نہیں ہے جو یہ تمام عقائد رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں تو اندھا ہو گیا ہے تو بہرا ہو گیا ہے تو نابینا ہو گیا ہے تیرا دل مردہ ہو گیا ہے آ آقا کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے تزکیہ قلب کے مراحل طے کر لے
اپنے دل کو پاک کر لے. ایک وقت آئے گا کہ تو بھی یہ کہے گا, جب تیرا دل چمکے گا تو تو یہ کہے گا, ہاں ہمارے آقا لولا کا لما خلقت الدنیا کا مصداق ہے. اگر آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, اگر آقا نہ ہوتے یہ زمین نہ ہوتی, آقا نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے, آقا نہ ہوتے شمس و قمر نہ ہوتے, آقا نہ ہوتے چاند تارے نہ ہوتے, آقا نہ ہوتے نباتات نہ ہوتے, آقا نہ ہوتے جمادات نہ ہوتے, آقا نہ ہوتے حیوانات نہ ہوتے, آقا نہ ہوتے جنات نہ ہوتے, انسانات نہ ہوتے, کچھ نہ ہوتا. اگر آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اپنے دل کو چمکا لے, کیونکہ آقا چمکانے والے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. اور جب تمہارا دل چمک جائے گا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ سبا سنک وہ کلی چٹک, یہ زبان چہک لب جو جھلک, یہ مہک جھلک, یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن یہ سوسن یا سمن, یہ بنفش سنبل نسترن, گل سرو لالا بھرا چمن, وہی ایک جلوہ ہزار ہے, وہی ایک جلوہ ہزار ہے, وہی ایک جلوہ ہزار ہے. یہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. باد ٹھکانو سرے بلا کہ ملا ملو گل و باغ کا, گلے تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے. یا رسول اللہ چمن ان کا پاک دیار ہے. امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پیشوائے ہے سنت امام عشق و محبت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی یہ کلام تھے. کتنے پیارے انداز میں لکھا امام اعلی حضرت نے. الحمدللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دیا ہے. الحمدللہ فنداخ اسد بویزن تکان خن اندر پروفیت من کومن اند دت واس مائی لاسٹ سپوز خط ہیر ایندخ ایک موقع اللہ سبحانہ وتعالی دت اکسپٹیرن آلس وات خزیخت اس is afkomstig van Allah subhanahu wa ta'ala. En middels de gunst van de geliefde profeet Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam zijn zeer zeker de dua's van mijn ouders, van mijn leraren, van mijn piru murshid Hazur Qaida al-Sunnat Allama Shah Ahmed Nurani Siddiqui Nawar Allah Marqadahu en murshid Karim Munazir Islam Hazrat Allama Pir Saqib Shami Sahab Dam de Barakatum al-Qudsiya. Alle fouten die gemaakt zijn زين فمن سلف موخ الله ما يفرخيفن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله.